Hoi, mijn naam is Mijn Nelissen en het is dit jaar precies 5 jaar geleden dat ik heb deelgenomen aan de Dutch Junior Water Prize. Een ervaring waar ik nog steeds heel erg positief terugkijk en waar ik ontzettend veel van heb geleerd. Het begon allemaal in Nederland, waar ik voor de afsluiting van mijn technasiumproject met 2 groepsgenootjes een onderzoek moest doen van een heel jaar voor de afsluiting van de middelbare school. En we hebben toen een duurzame batterij ontwikkeld. Die heet de Blue Battery. En we wisten eigenlijk helemaal nog niet of de batterij zou gaan werken. Dus toen we de boel aansloten in het lab en er een lampje ging branden, nou, toen sprongen wij echt een gat in de lucht. Want toen wisten wij dat we wat heel gaafs hadden ontdekt. Onze begeleider, Michel Sakes vanuit Wetsis, die wees ons op het bestaan van de Dutch Junior Water Prize. We hadden zelf nog nooit gehoord van deze wedstrijd. Dus, maar we besloten toch om mee te doen, want we wilden heel graag ons idee presenteren en delen met de rest van de wereld. En het is een keuze om daar mee te doen. Van die keuze heb ik nog nooit spijt gehad. In Nederland presenteerden we onze ideeën aan een jury. En die hebben wat kritische vragen gesteld. Zodat we echt konden aantonen wat ons onderzoek en onze resultaten zo gaaf maakten. Toen wij in Nederland wonnen, mochten we naar Stockholm om deel te nemen aan de Stockholm Junior Water Prize. En deze week was heel indrukwekkend. Vooral omdat we een week lang optrokken met eigenlijk studenten die van over de hele wereld in hun land hadden gewonnen. En daar van over de hele wereld samenkwamen in Stockholm om deel te nemen aan de Stockholm Junior Water Prize. En het was ontzettend leuk om de cultuurverschillen mee te maken, om hun slimme ideeën te horen. En vooral om te horen hoe zij leven in hun land en de verschillen tussen hun leven en ons leven. Dus om een week lang met hen op te trekken bracht een enorm saamhorigheidsgevoel en was ontzettend indrukwekkend. Uiteindelijk werd de prijs voor de Stockholm Junior Water Prize uitgereikt door de kroonprinses van Zweden. En die is uitgereikt aan iemand die had een manier ontwikkeld om zware metalen uit drinkwater te halen. Wat echt een heel goed idee was. Daarna mochten wij ook aanwezig zijn bij de uitreiking van de Stockholm Water Prize. En de Stockholm Water Prize is 's werelds meest prestigieuze prijs op het gebied van water. Die prijs werd uitgereikt door niemand minder dan de koning van Zweden. En we mochten allemaal aanwezig zijn. Nou, iedereen had prachtige kleren aan. Ik voelde me echt een prinses die avond. Daarna hebben we gedineerd met z'n allen in de Golden Hall in Stockholm. Zoek maar op. Echt prachtige, prachtige plek. En we hebben daar gedineerd met de koning en koningin van Zweden. Nou, als ik terugdenk aan deze week in Stockholm en de plezier die we daar hebben gehad. Ik krijg nog steeds echt kippenvel als ik eraan denk. Dat is zo gaaf. Inmiddels doe ik de Master Marine Sciences aan de Universiteit Utrecht. En ik leer hier alles over de oceaan en hoe de oceaan werkt. Ik denk dat mijn deelname aan de Junior Water Prize zeker wel invloed heeft gehad op mijn studiekeuze. Omdat ik heel erg van dichtbij heb geleerd wat het belang is van water wereldwijd. En ik kan dan ook iedereen die iets doet, die tijdens de middelbare schooltijd geïnteresseerd is in water, of een goed idee heeft bedacht op het gebied van water, of onderzoek wil doen naar water, ik kan iedereen aanraden om deel te nemen aan de Junior Water Prize. Want het is echt een onvergetelijke ervaring, een ontzettend leerzame ervaring. En wie weet zit je dan wel te dineren met de koning van Zweden. Hoe gaaf is dat, als je dat kan zeggen.